Hoofdstuk 26. Het was kil en ongezellig in hun kamp. Moe van de lange mars hadden ze een simpel maal van brood, gedroogd fruit en koud vlees. Dat slikten ze weg met koud water uit hun veldflessen. Wil begon een grondige hekel te krijgen aan de saaie noodransoenen die jagers blijkbaar altijd aten als ze op campagne waren. Halt nam de eerste wacht. Gieland en Wil rolden zich in hun mantels. Ze vielen al snel in slaap. Dit was niet de eerste keer dat Wil buiten had geslapen, sinds hij door Halt getraind werd, maar wel de eerste keer zonder het genot van een lekker warm vuurtje, of in elk geval de gloeiende resten daarvan, om bij weg te doezelen. Hij sliep onrustig. Nachtmerries en bijna nachtmerries holden elkaar achterna in zijn onderbewuste. Hij werd geplaagd door angstaanjagende fantasiefiguren die zich ophielden aan de rand van zijn bewustzijn. Tegelijkertijd waren ze dicht genoeg in de buurt om hem op het randje van echte slaap te houden. Hij was bijna blij toen Halt hem zachtjes wakker schudde om de wacht over te nemen. De wind joeg voor de maan langs. Het geweeklaag van de stenen klonk luider dan overdag. Wil was uitgeput. Hij vroeg zich af of dat het de bedoeling was, of de stenen daar expres zo neergezet waren om indringers af te matten. Het lange, dogge gras begeleidde het verre gefluit met een heel eigen ritme. Halt wees naar een bepaalde plek aan de hemelboog, op een hoogte die Wil, zei hij, goed moest onthouden. Als de maan ongeveer daar staat, zei hij, dan moet je Gieland wakker maken. Wil knikte, stond op en rekte zich eens goed uit. Hij pakte zijn boog en pijlenkoker en liep naar de struiken die Halt had uitgekozen als schuilplaats. Jagers in het open veld hielden nooit de wacht vlak bij slapers, maar zochten een plekje 10 of 20 meter verderop waar ze zich konden verstoppen. Zo zou een vreemdeling die op het kamp afkwam hen niet in de gaten hebben. Dat was een van de dingen die Wil had geleerd. Hij nam 2 pijlen uit de koker en hield ze tussen de vingers van de hand die ook de boog vasthield. Dat scheelde weer extra bewegingen die een oplettende aanvaller zou kunnen opmerken. Hij zou ze tijdens de hele periode van zijn wacht zo blijven vasthouden. Hij trok de kap van zijn mantel over zijn hoofd, zodat hij tegen de achtergrond van de struiken bijna onzichtbaar zou zijn. Zijn ogen en hoofd gingen voortdurend heen en weer, terwijl hij zijn focus steeds veranderde van dichtbij het kamp naar veraf, langs de horizon. Zo had hij meer kans om de kleinste beweging op te merken. Af en toe maakte hij een complete cirkel langs de hele horizon die zich in de verte uitstrekte. Daarbij zorgde hij ervoor om zo langzaam en gelijkmatig mogelijk te bewegen. Het gejank van de stenen en het suizen van het dorre gras vormden een constante muur van geluid. Maar al snel begon hij ook andere zaken te horen. Kleine dieren die door het dichte gras hun weg zochten en andere geluidjes waar hij niet zo snel een verklaring voor vond. Elke keer ging zijn hart sneller kloppen. Hij vroeg zich dan af of er misschien een kalkara aankwam die op de slapende gestalte van zijn kameraden afkroop. Angst greep hem bij de keel toen hij meende dat er een groot dier passeerde, maar hij besefte dat het zijn vrienden waren die zwaar ademhaalden in hun slaap. Hij wist dat hij van een afstand van meer dan 5 meter voor het menselijke oog niet zichtbaar kon zijn. Dit had hij te danken aan de bijzondere mantel, de schaduwen en het struikgewas. Maar, vroeg hij zich af, misschien hoefde zo'n kalkara niet op zijn ogen af te gaan. Misschien beschikte hij over andere zintuigen, en was het voor hem maar al te duidelijk dat een vijand zich verstopte in dat bosje daar. Misschien kroop de kalkara op hetzelfde moment dichter en dichter naar hem toe, door het dorre gras dat wuifde in de wind, en was hij klaar om toe te slaan. Wil's zenuwen waren tot het uiterste gespannen door het aanhoudende gefluit van de stenen. Ze smeekten hem bij elk nieuw geluid zich om te draaien, tot hij de bron ervan meende te kunnen aanwijzen. Maar hij wist dat hij op die manier zijn aanwezigheid zou verraden. Hij dwong zich dus om heel langzaam te bewegen, tot hij de kant op keek waar hij vermoedde dat het geluid vandaan kwam. Pas als hij er overtuigd was dat er geen gevaar dreigde, durfde hij een andere kant op te draaien. Al die lange uren zag hij uiteindelijk niets anders dan de snel voorbijzeilende wolken, de maan die daartussendoor glipte en de golvende zee van gras die hem omringde. Tegen de tijd waarop de maan op de afgesproken hoogte was aangekomen, was hij fysiek en geestelijk op. Hij maakte Gieland wakker om de wacht over te nemen, rolde zich weer in zijn mantel en viel in een diepe slaap. Dit keer was het een slaap zonder dromen. Hij sliep door totdat het grijs van de ochtend de duisternis verdreef. Halverwege de morgen
zagen ze de stenen fluiten met eigen ogen. Een grijze cirkel van stenen, eigenlijk maar klein, kleiner dan je zou verwachten. Granieten monolieten die op een klein heuveltje midden in de vlakte stonden. De koers die zij volgden liep op een kilometer of zo aan de stenen voorbij en Will voelde geen enkele nieuwsgierigheid om er naartoe te gaan. Het deprimerende lied klonk hier luider dan ooit, alleen de wind zorgde voor enige variatie. De eerste fluitspeler die ik tegenkom heeft pech, zei Gilan, niet erg grappig. Zo gingen ze verder, kilometer na kilometer, uur na uur, het ene niet te onderscheiden van het volgende, zonder ooit iets anders te zien dan gras en de horizon. Het gehuil van de stenen klonk nu in hun rug, maar had hetzelfde zenuwslopende effect. Plotseling dook 50 meter voor hen een vlakte bewoner op uit het lange gras. Hij was niet groot en gehuld in grijze vodden. Zijn haar hing ongekamd tot op zijn schouders. Hij bleef enkele seconden naar hen staan kijken met de ogen van een waanzinnige. Will was nauwelijks te bekomen van de schok die zijn plotselinge verschijning had veroorzaakt toen hij alweer wegrende. Hij leek steeds dieper in het gras weg te zinken. Binnen enkele seconden was hij verdwenen, verzwolgen door de grijze zee. Hal dacht eerst met Abelard de achtervolging in te zetten, maar bedacht zich. De pijl die hij op zijn boog had gelegd bleef er ongebruikt liggen. Ook Gilan zat klaar om te schieten, maar hij wachtte af wat zijn leider zou doen. Halt haalde zijn schouders op. Waarschijnlijk niets aan de hand. Of hij gaat nu een rapport uitbrengen aan de Kalkara. Maar we kunnen hem moeilijk op die verkenning neerschieten. Gilan lachte, meer vanwege de weggevallen spanning dan om iets anders. De plotselinge verdwijning van de man stelde hem niet gerust. Ja, het maakt ook niet veel uit of wij de Kalkara vinden of zij ons, zei hij. Halt keek hem even aan. Geloof me, Gilan, dat maakt wel degelijk wat uit. Heel veel zelfs. Ze reden langzaam verder. Achter hen klonk het lied van de stenen fluiten steeds zachter, tot niet geringe opluchting van Will. Het had voordelen om tegen de wind in te rijden. Er ging weer een tijd voorbij. De vraag die Will al de hele middag dwars had, moest nu gesteld worden. Halt, zei hij voorzichtig. Hij had geen idee of de jager hem onmiddellijk het zwijgen zou opleggen. Maar hij keek Will alleen aan, alsof hij bereid was tot praten. Will ging verder. Waarom denk je dat Morgarad de Kalkara ingehuurd heeft? Wat wint hij daarmee? Halt besefte dat ook Gilan graag een antwoord op die vraag zou horen. Hij dacht diep na voordat hij een antwoord formuleerde. Zijn veronderstelling was gebaseerd op intuïtie en simpel giswerk. Wie weet waarom Morgarad iets doet of laat, mag het zeggen, antwoordde hij. Eerlijk gezegd zou ik het ook niet weten. Maar ik geloof wel dat het zo is, net als Crowley trouwens. Hij keek van de een naar de ander. Het was duidelijk dat zij bereid waren zijn aannames te accepteren als feiten. Soms, dacht hij, is zo'n reputatie, dat je het altijd bij het rechte eind hebt, een zware last. In elk geval komt er oorlog, ging hij verder. Dat is duidelijk. De Wargal zijn op het oorlogspad. En blijkbaar is Morgarad ook in contact met Ragnak. Hij merkte dat Will dat niet veel zei. Ragnak is de Oberjarl, de leider van de Skandiers, van de zeewolven. Hij zag dat Will hem nu begreep en ging verder. En dit wordt duidelijk een grote oorlog. We zullen alle zeilen moeten bijzetten en onze beste commandanten laten beslissen. Ik denk dat Morgarad dat ook al heeft bedacht. Hij gebruikt de Kalkara om onze leiders te vermoorden. Northolt was onze opperbevelhebber en Loriak de aanvoerder van de cavalerie. Zij zijn al dood. Natuurlijk zullen anderen hun positie overnemen, maar in de tussentijd is er onzekerheid en verwarring. En dat, denk ik, heeft Morgarad allemaal zo gepland. Gilan zei, er is nog iets. Die twee mannen speelden een belangrijke rol bij zijn vorige nederlaag, dus hij neemt ook wraak. Halt knikte. Daar kon je best wel eens gelijk in hebben. Voor Morgarad is wraak heel belangrijk. Dus er zullen nog meer moorden volgen. Will keek Halt strak aan. In elk geval pogingen daartoe, dat denk ik wel. Morgarad heeft ze nu 2 keer ingezet. Waarom zou je dat niet nog een keer proberen? Hij haat een heleboel mensen in het Rijk. Misschien kiest hij een volgende keer de koning zelf. Of Baron Arald. Die heeft Morgarad in de laatste oorlog ook aardig dwars gezeten. En jij ook, dacht Will. Maar hij hield zijn gedachten voor zich. Halt wist dat zelf ook wel. Gilan zei, 1 ding begrijp ik niet. Waarom gaan die Kalkara elke keer terug naar hun, ja hoe noem je dat, hun nest? Waarom trekken ze niet rechtstreeks van het ene slachtoffer naar het volgende?
Dat is denk ik een van de weinige voordeeltjes die wij hebben, antwoordde Halt. Ze zijn woest en genadeloos en veel slimmer dan wargals, maar het zijn geen mensen. Ze kunnen maar één ding tegelijk. Wijs ze een slachtoffer en ze gaan erop af tot ze succes hebben of sneuvelen. Maar altijd doen ze maar één ding tegelijk. Tussendoor moeten ze terug naar de plek die ze als hun thuisbasis beschouwen. En dan wijst Morgenrat ze een volgend slachtoffer aan. Of misschien doet een ondergeschikte van hem dat wel. We kunnen alleen maar hopen dat we ze ergens halverwege tegenkomen op zoek naar een nieuw slachtoffer. Of dat we ze in hun nest betrappen. Will staarde voor de duizendste keer naar de oneindige vlakte voor en achter hen. Ergens daar lagen die twee beesten op de loer. Misschien wisten ze al wel wie ze nu moesten hebben. Halt onderbrak deze overpeinzingen ruw. De zon gaat onder. Laten we hier ons kamp opslaan. Stijf zwaaiden ze hun benen over het paard en stegen af. Ze maakten de riemen van de zadels los, zodat ook de paardjes zich wat konden ontspannen. Dat is een van de weinige voordelen van dit ellendige oord, zei Gilan. Waar je ook bent, elke plek is even geschikt of ongeschikt. Will ontwaakte uit een droomloze slaap door de zachte aanraking van Hals hand op zijn schouder. Hij gooide zijn mantel open, keek naar de maan die langs de hemel leek te hebben gereisd en fronste zijn wenkbrauwen. Hij kon niet langer dan een uur geslapen hebben. Dat wilde hij ook zeggen, maar Halt legde een vinger op zijn lippen om hem te laten zwijgen. Will keek om zich heen en zag dat Gilan ook al wakker was. Hij stond rechtop, tuurde in noordoostelijke richting naar het terrein waar zij vandaan gekomen waren en hij luisterde gespannen. Will kwam overeind, voorzichtig om geen geluid te maken. Zijn handen grepen naar zijn wapens, maar er leek geen onmiddellijk gevaar te dreigen. Zijn metgezellen luisterden nog steeds. Toen stak Halt ineens zijn hand op en wees naar het noorden. Daar heb je het weer. Will hoorde het nu ook. Boven het gewekelaag van de stenen fluiten uit, boven het gesis van de wind door het gras. Zijn bloed bevroor in zijn aderen. Het was een dierlijk gehuil dat omhoog en omlaag ging. Het werd recht uit de mijl van een monster in hun richting geblazen. Een paar seconden later kwam het antwoord. Een ander gehuil reageerde op het eerste. Het was iets lager van toon en het kwam van een punt een beetje links van de eerste. Will wist wat het was, zonder dat iemand hem dat hoefde te vertellen. Halt fluisterde, de Kalkaren hebben een nieuwe opdracht gekregen. Ze zijn weer op jacht gegaan.